Ja. Is dat even wat, vrienden? Ja, altijd wordt er getwijfeld aan als de eieren hebben gesproken. Hè. Dan zegt hij serieus, ja, die eieren, dat is allemaal... Hey, hebben die eieren, kijk deze jongens, hebben die gelijk gekregen, ja of nee? Ja. De eieren hadden gesproken, de eieren zeiden, Feyenoord... Gaat winnen en huppatee. En wat gebeurt er? Ja. Overal waar je gaat, ga je met me mee. Een leven lang op pad. Feyenoord 1-0. Ja. La. La. Ja, nu kan het. Oh, en dit gaat gewoon strak. Naar de titel, vrienden. Ja, wie had dat ooit kunnen denken? Wie had ooit durven dromen? Dat Feyenoord gewoon zo ver één komt te staan. Niet te geloven, vrienden. Ja, top. En nog even wat. Dit is ook een les voor de Amsterdammers. Want dit is het bewijs dat Amsterdamse arrogantie wordt weer eens... afgestraft, ja. Want dat moet je. Ze hadden dat gewoon nooit moeten zeggen. Vooraf. Van Heitinga, ja, wij zijn favoriet. En de spelers ook, ja. Nee, die Taylor. Nee, maar wij spelen thuis, wij zijn de favoriet. Ja, en wie zei dat nog meer? Rafael van der Vaart, ja, we winnen gewoon. 3-0. En ik hoorde ook Ronald de Boer. Nee, het wordt 3-0 voor Ajax. Ja, maar waar slaat dat allemaal op? En dat is alleen maar... Dat irriteert Rotterdammers tot het diepst van hun wezen. Dan kunnen ze het niet verdragen, die arrogantie. Die praatjes van die Amsterdammers. En als je ze wil motiveren, dan moet je dat soort dingen zeggen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben die Rotterdammers, ze hebben ze zo gemotiveerd. En dat is doping. Het werkt als doping gewoon. Die arrogantie. En kijk. Hey. En Feyenoord wint, jongens. Nou, hey. Vanaf nu. Jullie en ik. Wij geloven in de eieren.